Minister-president Mark Rutte was zondagmiddag enkele uren in Nijmegen. In het kader van een VVD-verkiezingscaravaan Bakkie Doen ging de premier in gesprek met Nijmegenaren. Ook Nijmeegse fractieleden waren bij bezoek aanwezig, waaronder fractievoorzitter Inge van Dijk. De beweging Nijmegen rechtsaf maakte van het bezoek van de premier gebruik om te protesteren. Enkele demonstranten hielden een spandoek omhoog met de tekst "Leugenaar op Rutte" en ze scandeerden dezelfde teksten.